De panda's hebben het goed hier. Genoeg ruimte en genoeg eten. In deze opvang worden panda's gefokt en met succes, want er worden er steeds meer geboren. En niet alleen in de opvangcentra gaat het goed. In China zijn de laatste jaren meerdere nationale parken opgericht om panda's in het wild te beschermen. Zo ook in de plaats Dujiangyan. Rangers houden de panda's en hun leefgebied in de gaten. Zij kijken of het bos niet kapot wordt gemaakt door mensen en of er niet zomaar brand kan uitbreken. Ook onderzoeken ze hoe het met de wilde panda's gaat. In de pandaopvang vertelt ranger Xu Li over hoe dat gaat. Maar hoe doen ze dan onderzoek? Nou, met de poep van panda's. Door alle poep met elkaar te vergelijken, weten ze of die van dezelfde panda is of van een ander. Zo, en met DNA-onderzoek, drones en speciale camera's komen ze erachter hoe het met de panda's gaat en hoeveel er zijn. Xu Tandaas werkt voor het Jeugdjournaal in China. Hij mocht helpen poep scheppen. Goede poep, want die beesten eten natuurlijk geen vlees. Ze eten eigenlijk alleen maar bamboe. Ja, als je alleen maar bamboe eet. Dit is ongeveer de kleur. Vanwege corona mag hij niet veel mee in het natuurgebied, maar dus wel in deze opvang ernaast. Het aantal panda's zit in de lift, zowel hier in gevangenschap, de fokcentra dus, als ook in het wild. En dat is goed nieuws ook voor andere dieren, kwetsbare diersoorten. Doordat de panda's bescherming krijgen, hun natuurgebieden met rust gelaten worden, kunnen zij ook weer floreren. Het gaat om dieren als de stompneusapen en fazanten. Milieubeschermers waarschuwen wel dat de panda altijd goed beschermd moet blijven, want het blijft een kwetsbaar dier met een kwetsbaar leefgebied.